mooie dag om te gaan stemmen vandaag, meneer, of niet? Ja, zeker weten. Zeker. Zeker een mooie dag. Het is altijd mooi om te gaan stemmen. Bij welk weer dan ook. Maar dit helpt ook wel, hè? Maandag en dinsdag kon het ook al op sommige plekken. Maar vandaag kunnen inwoners van de gemeente Schagen op 28 locaties hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij scoutinggebouw Magnus Veste waren de stemmers er al vroeg bij. Waarom ik vandaag ben gaan stemmen? Omdat ik gisteren niet kon en maandag ook niet. Dus ik ga altijd op woensdag stemmen. En dat is traditie. Op woensdag moet je stemmen. En niet stemmen was dus geen optie? Nee, dat is sowieso geen optie. Ben je gek? Nou, ik vind als je de kans krijgt om te stemmen, dan moet je dat doen. Ja, want sommige mensen zeggen, ja, gemeentelijke politiek, ik heb er niks mee. Nou, ik heb er wel wat mee. Maar het is maar een steentje wat je kan bijdragen. En of het erg veel invloed heeft, weet het ook niet. Maar in ieder geval, ik maak van de kiesmogelijkheid gebruik. Nou, het is een stemrecht, dus daar maak ik graag gebruik van. Ja, dat vindt u belangrijk? Dat vind ik heel belangrijk, ja. Dus ik ga altijd. Ik heb zelfs mijn man meegetroggeld voor een stem, terwijl hij helemaal een beetje wankel evenwicht is. Dus het duurde wel even voordat hij alles op een rijtje had, maar dat geeft niet, zijn stem is er. En ook in de Waldervaart lieten mensen hun stem gelden. Ik heb net nog even op de trap met mijn laptop de stemwijzer gedaan. Even kijken wat ik wilde. Waar heb je op gelet? Op de huizen. Want ik wil graag uit huis. Daar heb ik vooral op gelet. Ook in de dorpen werd er natuurlijk gestemd. Bij het Bolletjescafé in Warmehuizen wisten ze wel waarom. Omdat er heel veel achterstand is met straatwerk en stoepen en fietspaden. En daar ben ik eigenlijk... Daar ben ik eigenlijk een beetje tegen. Dat moet eigenlijk gewoon beter. Burgemeester Van Kampen stemde ook. Dat deed ze in Slothotel Schagen. Waar blinden en slechtzienden dit jaar voor het eerst met behulp van een mal kunnen stemmen. En dan kunnen de mensen met hun vinger de partij voelen. En dan kunnen ze ook nog voelen welk nummer ze van die lijst willen stemmen. Nu heeft u zelf ook gestemd. Waar heeft u op gelet bij het stemmen? Ik let overal altijd op, dus met stemmen. Maar ik vind het mooi om het hier te zien hoe het kan voor mensen die slechtziend zijn. En ook geholpen kunnen worden om zelfstandig te kunnen stemmen. Want dat is belangrijk, dat mensen zelfstandig de stem uit kunnen brengen. Maar ja, landelijk of lokaal? Dat is altijd de vraag. Nou, ik denk beter lokale, want die komen er dan toch meer voor eigen gemeente op. Dus u gaat lokaal stemmen? Ja. Of er mensen zijn die lokaal onze dingen behartigen. Zoals het groen, de huizenbouw, de wegen, de tegels op de stoep, van alles en nog wat. Ja, en u denkt dat een lokale partij daar meer zicht op heeft dan een landelijke partij? Ja, dat lijkt me wel. Dat is wel duidelijk. Een landelijke partij. Ja, waarom? Ja, omdat de stemwijzer mij dat gezegd heeft. Nou, daar hoef ik niet zoveel over na te denken. Het is meestal dezelfde partij. En de persoon stond voor mij ook vast. En als u dan straks in het hokje staat, let u dan ook nog op de persoon? Nee. Nee, niet echt. U kiest gewoon op de partij? Ja. En dan de bovenste? Misschien wel. Weet je het niet. Dat zien we wel. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Veel plezier in ieder geval. Okay. Hoe Schagen gestemd heeft, zal ergens in de loop van de nacht duidelijk worden.